Cambuur bij Omroep Leo wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma Koffie, Thee en Apparatuur en Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening. Trotse supporters van Sportclub Cambuur. Robert van Koesveld, nieuw bij Sportclub Cambuur. Ja, eigenlijk een beetje gekke overstap van Heerenveen naar Cambuur. Dat is niet heel gewoon, hè? Nee, zeker niet. Het is, ligt een beetje gevoelig. Alleen ja, na 2 jaar uitgeleend zijn aan Helmond verlengt Heerenveen mijn contract niet. En dan moet je verder kijken. En, Cambuur was gewoon is een mooie club. En dat was voor mij de beste optie om voor dit jaar uit te komen. Dus voor mij was het een redelijk makkelijke keuze. Zie jij het ook als een vervolgstap? Want ja, je bent 2 jaar uitgeleend aan Helmond. Is dit dan een volgende stap in je carrière, een stap omhoog? Ja, zeker. Zeker. Kijk, ik heb dan weliswaar de afgelopen 200 dagen staan bij Heerenveen, maar ik was speler van Helmond. Dus vanaf Helmond naar Cambuur is het zeker een stap omhoog. Ja. Eigenlijk kun je dan ook wel niet spreken van een overstap van Heerenveen hierheen, want eigenlijk ben je daar weinig geweest. Ja, klopt. Ik heb daar de eerste 1,5 jaar nadat ik van IJs kwam gezeten. En toen inderdaad 2 jaar verhuurd geweest. Dus ja, ik heb daar ook niet mijn officiële debuut gemaakt in de eerste helft. Dus ja, ik kon wel wat ik zeg. Ik was onder een contract bij Heerenveen, maar ik was afgelopen 2 seizoenen speler van Helmond Sport. Dus ik kom niet direct van Heerenveen. Nee, bij Helmond zag ik je ook vaak op de backpositie staan. Vandaag sta je centraal achterin. Is dat ook de positie waar je op richt? Ja, ik heb niet vaak op back gespeeld bij Helmond. Ik heb misschien 1-2 wedstrijdjes back gespeeld. Dus toevallig tegen Cambuur dan? Volgens mij ook niet. Volgens mij niet. Misschien dat ik het verkeerd heb, maar volgens mij niet. Maar in ieder geval, ik rim wel op centraal verdedigen. Dat is wel mijn beste positie. Ik kan ook wel linksback spelen, maar mijn favoriete positie is wel links achterin. Okay. Je speelt vandaag niet al te veel minuten. Heeft dat een achterliggende gedachte? Ja, we hebben deze week redelijk zwaar getraind en ik had ja, gewoon wat zware hamstrings. Niks ernstigs, niks bijzonders. Maar de trainer zei van nou, doe het maar iets rustig aan, want er komen nog genoeg zware weken aan. Ja. En die competitie is ook belangrijk als zo'n wedstrijdje bijvoorbeeld vanavond tegen de amateurs van DTD, met alle respect. Ja, zeker. Zeker. Het is nu gewoon fit blijven, fitter worden. En dan maakt het nog 35 minuten of 45 minuten niet heel veel uit in je opbouw naar de start van het seizoen toe. Okay, wat vond jij van deze wedstrijd? Ja, het is altijd een wedstrijd op zich tegen een amateurclub, met alle respect. Maar ja, we hebben in ieder geval de score is goed uitgelopen en we doen het tempo hoog. Natuurlijk zijn er altijd dingen die je nog beter kunnen. We zijn pas een week bezig. Maar al met al kunnen we wel tevreden zijn, denk ik. Ja, als ik naar de laatste jaren kijk, DTD werd het altijd nipt gewonnen. Vorig jaar bijvoorbeeld 1-4, maar dat jaar ervoor 1-2. Nu wordt het 15-0. Wat dat betreft zijn het wel duidelijke cijfers. Ja, ja, zeker. Ik weet niet of we dan aan het niveau van DTD ligt of aan het niveau van de selectie van ons van dit jaar. Ik hoop het laatste. Maar ja, een heel goed resultaat.